We wilden weten wat er speelt in de gevangenissen. Daar hebben we opgevraagd wat er daar gebeurt. Wat voor meldingen worden er nou gedaan aan de staatssecretaris en nu aan de minister over wat voor incidenten er gebeuren in de gevangenis? Nou, al die meldingen heb ik opgevraagd en dat zijn er honderden. Als iemand bijvoorbeeld op begeleid verlof gaat, dan zou je denken, nou, die kan dan niet makkelijk de benen nemen. Maar dat blijkt kinderspel. Een van de schokkende voorbeelden is bijvoorbeeld iemand die met zijn twee begeleiders gaat bowlen. En die begeleiders die gooien hun worp, ze draaien zich om en de jeugdige is weg. En zo zijn er talloze voorbeelden. Iemand die even een hamburger zegt te gaan halen en dan weggaat. Maar dat is begeleid verlof. Je hebt ook onbegeleid verlof. Zo bijvoorbeeld de cipier die kijkt naar opsporing verzocht. En hij denkt ineens, hé, die ken ik. En het blijkt ook degene te zijn die bij hem gewoon in de cel zit. Die heeft tijdens het verlof een gewapende overval gepleegd. Is daarna 's avonds netjes weer naar de cel gekomen. Maar ja, heeft ondertussen dus wel een misdrijf gepleegd. Maar dat is niet het enige wat er speelt. In de gevangenis is het gewoon ook erg gevaarlijk. Medewerkers worden het ziekenhuis ingeslagen. En als ze terugkomen te reïntegreren, worden ze meteen weer het ziekenhuis ingeslagen. Dat soort zaken. Begeleiders worden gewurgd. Maar de personeelsleden gaan soms zelf ook in de fout in. Ze knopen relaties aan met geretineerden. Maar soms zijn ze ook betrokken bij drugshandel. Bij de smokkel van mobiele telefoons. Dus je ziet wel in deze meldingen, er is heel veel aan de hand achter de muren van de gevangenissen.